ik denk dat het wel de moeite waard is om hier naartoe te komen. Maar ja, ik kan niet dwingen, hè. Klak, klik, klak, of zitten we bij de zee? In deze oefenruimte van het Zuiderstrandtheater wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe opera Vrouw Houtenbeen, die 6 september in première gaat. Actrice Loes Luca speelt een van de hoofdrollen. Ik speel de rol van Aal, Jol, de vrouw van Corneel, Jol, een kaper. We zijn al op een bepaalde leeftijd, Corneel en ik wil eigenlijk met hem op een bankje, op een duinpan naar de zee kijken, in plaats van dat hij steeds weg is. Maar goed, hij gaat toch. En dan komt zijn papegaai zeggen dat hij in nood verkeert. We hebben... Schipbreuk? Tsunami? We gaan... Dood! En dan recruteer ik alle dames, alle dappere dames uit het dorp. Daarmee bevrouw ik een schip en we gaan hem zoeken. En we vinden allerlei dingen komen we tegen. Hindernissen. Vrouw Houtenbeen is de 4e opera die het Zuiderstrandtheater samen met Kwekers in de Kunst produceert. De eerdere opera's gingen net als Vrouw Houtenbeen ook over Scheveningen. Wat natuurlijk fijn is, is dat je hebt een Schevenings verhaal. En ik kom hier elke dag aanrijden. Ik kom uit Rotterdam gereden. En dan kom ik hier op de plek des onheils, zeg maar, waar het allemaal gebeurd is. Dan zie ik de schepen hier liggen. Je loopt even het duin over en je ziet de zee. En dat maakt het wel heel speciaal, ja. Hoe is het voor jou om als Rotterdamse een Scheveningse vrouw te spelen? Ik heb al zo vaak vrouwen gespeeld die uit een heel ander gedeelte van het land komen. Ik kan Scheveningse er ook nog wel bij. Ja. Maar ik spreek helemaal geen Scheveningse, hoor. Nou, dat hoeft niet. Niet alleen het verhaal gaat over onze badplaats, maar ook het orkest en koor zijn van Haagse afkomst. Wat ik het leukste vind is met een orkest te werken. Het residentieorkest. Die zitten met 15 man straks op het toneel. Dat is voor mij een van de krenten uit de pap. En 80 man Schevenings koor. Ja, ik word altijd ontroerd door zoveel mensen die allemaal hetzelfde doen en zingen. En ze hebben er allemaal zo'n zin in. Ik vind het grandioos. Volgende week vrijdag is de première van Vrouw Houtenbeen. Die laatste dagen voorbereiding zorgt voor gezonde spanning. De laatste dagen zijn altijd een beetje dat je verzenuwd bent en denkt, oh god, er moet nog zo'n hoop, er moet nog zo'n hoop. Ja, we zijn hard aan het werk, zoals je ziet. We werken tot vanavond 10 uur. Morgen beginnen we ook weer vroeg en ook weer tot 10 uur. Dus we zullen weinig rust hebben voor de première. Maar ja, dat ben ik gewend. Ik denk dat het wel de moeite waard is om hier naartoe te komen. Maar ja, ik kan niet dwingen, hè. Nee, dat moeten de mensen zelf weten. Maar wij doen in ieder geval ons stinkende best om er iets heel moois van te maken. Kusje, kusje. Kusje.